Een groep studenten bezet sinds vanochtend het Minnaardgebouw van de Universiteit Utrecht. Ze eisen dat die universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt. De actievoerders verzamelden vanochtend in groepen verspreid over de Uithof. Om 9 uur precies kwamen ze samen en liepen ze het Minnaardgebouw binnen. Voorlopig is alles nog heel kalm en iedereen is coöperatief. Ik denk, het was vanmorgen wel een beetje spannend om de universiteit binnen te wandelen. En dan voel je je toch gewoon raar. Ja, dit hoort precies niet en dat is ook de bedoeling, want we willen hier de normaliteit doorbreken. Dat doen de klimaatactivisten om aandacht te vragen voor 3 eisen die ze aan de universiteit stellen. Nu alle banden verbreken met de fossiele industrie en dan transparant zijn en verantwoordelijkheid opnemen als universiteit. En de derde is de universiteit meer toegankelijk maken. Met het laatste wil de groep dat het voor iedereen mogelijk is om op de universiteit te studeren en inspraak te hebben. De universiteit erkent de urgentie van klimaatverandering, maar plaatst nuances bij de samenwerking met de fossiele industrie. Want ze zijn ook wel weer de industrie die het meest investeren in energietransitie. Maar ze zouden dat veel meer moeten doen natuurlijk. Ook 5 vinden dat. Nou, moet je er dan voor kiezen om ze uit te bannen? Moet je dan voor kiezen op een bepaalde manier toch die contacten te hebben? Nou, daar zijn we over in debat. Ja, en verslaggever Peter Huting is op dit moment in het Minnaardgebouw van de Universiteit op de Uithof. Ja, Peter, hebben ze daar veel last van, die bezetting? En het valt eigenlijk heel erg mee. Er wordt heel erg langs elkaar heen gewerkt. Ik liep vanochtend even een rondje en de lessen die gaan overal door. De actievoerders zijn hier wel flink zichtbaar. Ze zitten in een soort van verzamelplek voor mensen en daar kan je ze treffen. Nou, ik sta hier met een van de actievoerders, dat is Bobby. Tot wanneer zijn jullie van plan om hier te blijven? Tot en met woensdagmiddag. En jullie gaan hier dus vannacht ook slapen. Ik zie allemaal matjes liggen. Gaan jullie hier gewoon op de grond liggen? Ja, met matjes en slaapzakken liggen we hier dan vannacht. En hebben jullie al bedacht wat jullie gaan doen als de universiteit niet tegemoet komt aan jullie eisen? Nou, dat is heel simpel. Dan komen we gewoon terug totdat ze wel naar onze eisen luisteren. Nou, heeft dus de universiteit vandaag tegen ons gezegd, we gaan hier debatten organiseren over dit onderwerp. En dan komen we voor de zomer met een statement. Is dat wat jullie willen? Is dat voldoende? Als er daadwerkelijke maatregelen en grote stappen worden gezet op basis van dat statement, dan zijn we daar best tevreden mee. Maar dat ligt echt heel erg aan wat er in dat statement zal staan. En wat moet er dan volgens jou in dat statement staan? Onze eisen. Dus verbreek alle banden met de fossiele industrie. Dat is denk ik de simpelste manier om het uit te leggen. Nou, dankjewel Bobby. Jordi, de komende tijd zijn er hier nog veel meer acties over dit onderwerp in Nederland. Ik heb gezien onder andere in Amsterdam, Eindhoven, Wageningen, Delft. Dus de komende tijd gaan we nog heel veel over dit onderwerp horen. Oké, Peter, dankjewel.